Ja, een beetje fout hoor. Doe gewoon de volgende. Dat is die. Sommige dingen mogen niet meer gebeuren, toch? Sommige dingen mogen niet meer gebeuren, toch? Sommige dingen mogen niet meer gebeuren, toch? Ooit twee. Ooit twee. Het lijkt alsof en kan altijd, zelfs kan het zijn, en soms eerst nog, maar toch niet. Ja, maar en net als toen, ach was het wel. En wat dan nog? Ik weet wel wat. Ik weet wel wat. Voor toen. Zo gaat het wel weer, net als toen. Hoe was het wel? Ooit, net als toen. Ooit twee. We wisten wel, maar niet van dat. Niemand zei ons iets van dat. Wist jij wat? Ik wist van niets. Niemand zei ons. Niemand sprak. En alles leeft. We leven van. De beste wint. Niemand sprak over zoiets. We wisten wel. Je weet die slim achter een strak gezicht te verbergen. Het wordt nu menens, dat maakt het spelen spannend. Je laat je niet bevriezen door ernst. Vlieg op veerkracht, zoek verplaatsing. Ervaar de vrijheid van volwassen vleugels. Je was te vast. Ooit twee. Eén. En twee geloof ik, heb ook, hè? Ja. Hé, die gedicht van ooit twee, zijn de cyclus geloof ik, of vier, vijf of zo? Klopt, vier delen. Naar en voor hebben we dat geschreven? Ja, ik heb ooit in Rotterdam ben ik actief geweest in het poëziepodium organiseren. En dan samen met Niels Hansson. En dat is een hele goede vriendschap geworden. Ja, Niels is in 2000 overleden en in 2005 hebben we een verzameld werk uitgegeven waarin 75 van zijn mooiste beeldende werken gecombineerd werden met 75 gedichten van zijn hand. En toen merkte ik dat ik in mijn hoofd nog wel had dat ik toen destijds verdriet had, maar ik voelde het niet meer. 5 jaar lang en ik heb daar... De hele tijd ben ik daarmee bezig geweest, maar toen merkte ik van, de pijn is over, ik weet alleen nog dat ik pijn heb en dat is ooit wee. Dus daarom heb ik het woord ooit wee ontworpen om dat gevoel te vangen. Ja, Michel, kan wel. Ik zit aandachtig te luisteren. Wat is je volgende project? Ben je nou te snel? Nou ja, ik ben dus natuurlijk nog steeds bezig met het Josonet, daar ben ik nu weer volop mee bezig. Josonet is een gedicht met een oneven aantal regels, waarvan de middelste regel de enige unieke is, omdat alles wat boven die unieke regel staat, in omgekeerde volgorde onder die middelste regel wordt herhaald. En daar dan weer met dezelfde woorden een nieuwe inhoud vormt.
Dat klinkt heel duidelijk. Ja, ik zal een voorbeeldje doen. Ja, heeft die vorige keer helemaal uitgemaakt. Ja, maar luisteraars niet iedere keer daar. Kijk, ik weet wel een instrument. Ja, nou, wil je nou een voorbeeld? Ja, graag. Okay. Het gaat over mijn eigen ontstaan en het is getiteld Conceptie. Het is een korte, zodat je dus ziet hoe die werking is. Ontstaan in een vochtig slot van een vrolijke avond ben ik als de laatste toast van een vrolijke avond in een vochtig slot ontstaan. En dat is Josonette en niet meer dan dat. Nou, dank je. Of moet hij er nog eentje doen? Ja! Nog eentje, oké. Okay. Nog eentje. Snipperdag, dat is zo'n beetje mijn bekendste. Ik zeg altijd het belangrijkste op deze aarde, een snipperdag. Ik hoef vandaag niet veel te doen, zacht passeert het leven. Uren drinken van daglicht onder een glazen hemel. Wolken trekken vredig traag over mensen die zich haasten. Mij krijgt men niet ongerust, vandaag ga ik in vaart van wolken. Mij krijgt men niet ongerust over mensen die zich haasten. Wolken trekken vredig traag onder een glazen hemel. Uren drinken van daglicht, zacht passeert het leven. Ik hoef vandaag niet veel te doen. Ook niet veel te doen hebben. Je bent een aardig druk mannetje, Jos. Je zit tegenwoordig in de soort bestuur van de Poetry Slam. Je treedt geloof ik zo'n beetje over de hof, zelfs in de hel. Klopt, ja. En natuurlijk vrijdag 6 november, komende vrijdag is dat, in Delft bij de bar. Dat is inderdaad ook waar. Dan gaan we weer op de bar klimmen. En weer wachten tot die barman zegt, je moet op die lekbak staan. Want ik durfde dat niet vanwege de hygiëne, maar ik moest met mijn grote maat 45 op die lekbar gaan staan. Ik voelde hem kreunen onder mijn voeten. Spijtig. Ja. Maar als je zo druk bezig bent, dan kom je af en toe energie tekort. Waar hou je energie weer vandaan? Wat zijn voor jou de drijfveren? Mijn energie, dat blijft eigenlijk stromen. Ik zou niet weten waar het vandaan komt. Uit de voorzienigheid. Okay. Ik heb alleen wel een still going strong. Ik hoorde net over dat oudere jaar. Ik ben 51, maar ik ga lekker met de jeugd huizen. Nou, laten we dan maar één nummer doen voor jouw CD. Oh ja, waar kun je met de CD krijgen? Dat gaat nog eventjes duren, maar begin volgend jaar komt daar verder konden over op mijn website. www.josgenoot.nl. Het feit dat die nummers gedraaid worden is de wereldpremière. Dat is in het openbaar gehoord. Dus echt voor het eerst dat deze nummers te horen zijn. We hebben een wereldpremière met. Welke nummer gaan we draaien? Doe maar het laatste nummer, Spijkers. Dat is.